In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. Laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Job. Hij heeft autisme. Introvert of extravert? Extravert. Online of offline flirten? Online flirten is makkelijker. Knipogen of aanraken? Aanraken. Daten in een bioscoop of in een bar? In een bar. Liever verliefd of happy single? Deze gaan we opnieuw doen. Hier zit een kutvraag. liever verliefd. Hoe is het om te daten met autisme? Dat vind ik een hele lastige vraag, omdat het natuurlijk voor iedereen anders is. Maar als ik naar mezelf kijk, is het vooral lastig om bepaalde signalen te moeten interpreteren. Als je kijkt naar de communicatie, zoals die tussen haakjes normale mensen is, dan zit daar een hele hoop mensen zeggen A, maar die bedoelen vaak B. En dat is voor iemand met autisme. Mega, denk ik, in verliefdheid, toch? Ja. Een soort van hard to get spelen, dingen. Zeker, en ook omdat er natuurlijk een bepaalde lading achter zit. Hè, want je wil uiteindelijk iets van iemand. En je hoopt dat die persoon je ook leuk vindt. Dus dat maakt het heel erg lastig. En voor mij, als ik het dan op mezelf betrek, dan ben ik constant bezig met het interpreteren en analyseren van het gedrag van een ander. Dus op het moment dat iemand twee keer knippert met zijn ogen in plaats van drie keer, dan worden al gelijk een hele hoop processen. Oké, wat is dit? En dat moet vertaald worden, zeg maar. Als je op date gaat, dan zijn er bepaalde dingetjes die je kan leren. Maar die zitten niet in mijzelf. Die heb ik wel echt moeten aanleren. En door te reflecteren, juist opgeven, wat is er gebeurd, hoe doe ik het. En juist als ik een dame leuk vind, dan betrek ik ook vrienden bij mij erbij. Om te kijken van, hey, zit ik op het goede? Is hetgeen wat ik nu voel, ervaar of zie, klopt dat of klopt dat niet? En eigenlijk is het constant een beetje een strijd of een debat tussen twee van wat is het wel, wat is het niet. Hoe heb je het door dat iemand met je flirt? Nou, dat is eigenlijk een beetje in mijn geval best wel de grap. Dat heb ik vaak niet. Soms denk ik dat iemand met mij flirt en dan blijkt het achteraf niet zo te zijn. En soms komt het juist weer voor dat ik schijnbaar met iemand flirten ben, terwijl ik dat helemaal niet zo bedoel. Mm. Kijk, ik vergelijk het altijd een beetje met lopen door een mijnenveld, zeg maar. Je gaat zeg maar het traject van... Ook zo'n dodelijk voorbeeld. Maar dat is het ook, want je doet één verkeerde stap en nou ja, dan raak je een been kwijt en dan hink je verder. Ja. De volgende is wel einde oefening. En wat ik daarmee probeer te zeggen is, die signaal, ik moet de signaal op de juiste manier interpreteren, dus ontvangen en daarmee op de juiste manier terugreageren om door dat mijnenveld heen te komen. Ja, maar heb jij dan een soort van basics in je hoofd van dit zijn pinpoints, hier moet ik op letten. Hoe doe je dat? Ik heb een aantal voorwaarden, laat ik het zo zeggen. Ik begin nooit over seks. Dat is zeg maar, ja. Je hebt genoeg van die kneuzen rondlopen die daarover beginnen. Dus daar moet je sowieso van afblijven, zeker in het begin. Wordt vaak niet gewaardeerd. Zeker niet. Ja. En datzelfde geldt voor verkeerde foto's sturen van jezelf. Ik snap ook niet hoe mensen daar überhaupt op komen. Ja, dan zijn ze gewoon geil. Dan willen ze gewoon sturen. Dan zou ik, daar zijn ook andere manieren voor. Ja. Ja, luister vooral naar haar. En ik denk altijd op het moment dat zij wil, dat zij dat echt wel laat merken. En er zijn bepaalde subtiliteiten dat ze dat laat merken. En dan ga je mij nu de vraag zeggen, welke zijn dat dan? Ik moet zelf ook interviewen worden. Maar in ieder geval, dat zijn bepaalde dingen als heel veel over zichzelf vertellen. Bijvoorbeeld met het haar spelen, bepaalde manier van aankijken, bepaalde manier van aanraken. Maar ja, dan kan het dus zo zijn dat er gewoon een soort beetje lekker jolig meisje tegenover je staat die toevallig met de haar aan het spelen is. Klopt. En dat is maar... En helemaal niet met de intentie van ik vind je leuk. Nee, en dan denk ik van goh, ze vindt me leuk. Maar ik probeer er altijd wel om even naar het strafrecht toe te trekken. Eén getuige is geen getuige. Dus één signaal is geen signaal. Dus het moet voor mij wel overduidelijk zijn. Ja. Dus het moet wel een overkill aan signalen zijn. Ja. En signalen die voor mij ook kenbaar zijn. Hoe was het voor jou om voor de eerste keer seks te hebben? Dat was mijn 19. Ja, de 19 had ik mijn rijbewijs nog niet. Dat was, heel gek eigenlijk. Hoe ging dat allemaal? Ging het uit een eerste date of zag je iemand nee, al langer? Nee, dat ging vanuit... ik was met een vriend uit en die had een andere huisgenoot meegenomen.
En die bleek mij schijnbaar leuker te vinden dan de andere jongen. En uiteindelijk is ze zo lang blijven hangen dat ze uiteindelijk bij mij, zeg maar, dat we beneden waren. En toen weet ik nog dat ze op een hele indringende, glazige manier naar me keek. Echt alsof ze in mijn ziel aan het kijken was. Dat is de mooiste blik die je van een vrouw kan krijgen, geloof mij maar. En uiteindelijk wilde ze bij mij blijven slapen. En ik voelde wel heel veel spanning. En ik heb me wel echt als een heer gedaan. Dus ik heb gezegd, weet je, jij gaat in mijn bed liggen. En zij heeft het als eerste gezegd, van ik wil bij je blijven slapen. Mag ik bij jou blijven slapen? Ja. Had jij voor het eerst door dat je dacht, oké, dus zij wil wat dingen doen. Nee. Of al eerder? Nee, helemaal niet. Goeie. Ik ben zo blind als een... Ik had zoiets, prima, ik gedraag me hoffelijk en zij kan gewoon bij mij blijven slapen. Alleen eenmaal boven is ze in mijn bed gaan liggen. En ik wilde mijn veldbed opzetten en ze bleef maar vragen, kom maar bij het bed liggen, kom maar in mijn bed liggen. Want jij dacht nog steeds niet van hier gaat iets gebeuren. Spanning, maar ik ga er niet aan toegeven. Omdat het natuurlijk heel eng was. Nou, en uiteindelijk ben ik bij haar in bed gaan liggen. Ja, en wanneer wist je dan wanneer voelde het goed dat je dacht, nu zijn alle signalen begrepen. Nu kan ik ervan genieten dat dit gaat gebeuren. Ja, pas toen ik in bed lag bij haar. Want het zit je dan niet nog constant met allemaal dingen in je hoofd? Jazeker. Ja. Zeker. Want ik ben die signalen aan het verwerken. Maar op een gegeven moment, ze is lang genoeg aan me. Ik ga het woord tracking gebruiken. Het is anders bedoeld, maar ik snap hem. Nee, ja. ze heeft zoveel signalen en heel vaak aangehaald. Dat het daardoor is gelukt. Ja. En was het dan een beetje wat je ervan had bedacht of ging het heel anders? Nee, tuurlijk niet. Het is altijd anders dan dat je verwacht. Er zitten veel meer gevoelens bij. En zeker als autist ben je heel veel aan het nadenken. Wat doe ik en hoe moet het? En constant van wat doe ik het goed, doe ik het niet goed, moet anders. Dus... En dat lukt het dus wel. Het gewoon helemaal ontspannen, even dingen niet denken. Wel denken, maar wel doen. Ja. Denken en doen. Want dat brein, dat is bij mij niet uit te zetten. Heb je in de slaapkamer signalen wel eens verkeerd geïnterpreteerd? Nee. Ik kan heel kort over zijn. Oeh. Nee, en dan denk ik, wat een meester is dat? Maar nee, dat heeft ermee te maken dat je dat heel langzaam opbouwt. En natuurlijk, je hoeft niet van 0 naar 100. Dus dat bouw je op en dat tast je af. En het is vooral belangrijk dat je communiceert wat je wel en wat je niet fijn vindt. Ja, dus het is eigenlijk, jij blundert bijna nooit omdat je juist zo goed het opbouwt en over alles nadenkt. Ja. Zeker. En op het moment dat je, stel je dat je wat andere dingen wil doen die minder gangbaar zijn, dan kun je dat daar natuurlijk eerst over hebben. Ja. Kijk, als je voor het eerst met iemand in bed ligt, dan hoef je daar natuurlijk niet gelijk met de zweep overheen. Zeg maar. Nee, zoiets bouw je op. Ja. Ja, dat soort dingen. Maar de normale gangbare dingen, dat kan je op een respectvolle manier natuurlijk wel doen. Maar stel nou dat bijvoorbeeld mijn vriend, die komt dan zo naakt de woonkamer binnen. Dan weet ik natuurlijk wel van, hij heeft erg zin in en we gaan straks wat dingen doen. Zijn dat ook, zeg maar, signalen die jij dan ook snapt? Inmiddels wel, maar in het verleden heb ik daar wel eens moeite mee gehad. Ik heb wel eens een keer gehad dat inderdaad een dame voor mijn neus haar BH uittrok. En dat ik dacht, volgens mij wil zij zich omkleden en toen ben ik weggelopen. Oh ja. Dat was precies eigenlijk niet wat de bedoeling was, dus? Nee, en uiteindelijk later heeft ze dat wel kenbaar gemaakt, zeg maar. Dat ze andere bedoelingen had dan zich om te kleden. Ja, maar zit je dan niet op de badkamer dat je nog een keer overdenkt van... misschien moet ik niet naar de bad of zo? Kijk, tuurlijk, op het moment dat je dat ziet, gaan er een hele hoop gedachten door je hoofd heen. Alleen daar zit ook weer in dat ik me wel op een nette manier wil opstellen. Dat voor hetzelfde geld is ze zich wel aan het omkleden. Is ze er niet bewust van dat ik daar zit? Nou, die kans acht ik dan wel vrij klein. Klopt. Toch? Als je voor iemand zit. Klopt. Maar dat, zo denk ik dan. Ja. Ik probeer juist het onderwerp seks en vrienden heel erg te vermijden. Omdat dat juist heel veel gedachten met zich meebrengt, prikkels. Ja, die je dan ook weer allemaal moet snappen en begrijpen. Ja. Wanneer vertel je date dat je autisme hebt? Meestal doe ik dat later. Ik vertel dat nooit gelijk. Omdat op het moment dat je zegt dat je autisme hebt, dat mensen daar een bepaald beeld bij hebben. En die gaan dat invullen. En dan heb je vaak de kans dat mensen, laat maar. Terwijl als je
elkaar een paar keer gezien hebt en je leert elkaar kennen, dan heeft ze al een beeld van je gevormd. En op het moment dat je dan zegt, ik moet je wat vertellen, ik ben autistisch, dan komt dat veel minder hard binnen, omdat ze dan ook het beeld heeft zoals ik echt ben. Mm. En dan kan ze dat beeld naast het stereotype autisme neerleggen en dan ziet ze, dat matcht elkaar niet. Waardoor ze dus meer open staat voor mij als persoon en minder als Job. En minder als autist. Waardoor ze dus meer de Job gaat zien en eigenlijk minder de autist. Maar dan vertel je het dus na een aantal dates. Ja. Voelt het dan niet alsof je zo'n bom dropt? Nee. Want op dat moment heeft ze al een bepaald... Zij heeft een bepaald beeld gevormd, zeg maar. En zij zal ook bepaalde trekjes op een gegeven moment gaan merken. En dan kan dat heel verhelderend werken. Van ik ben autistisch, nou ja. Nou, en dan komt dus kan er een gesprek op gang komen. En zeggen, ik zie dit bij je. Komt dat daardoor? Of ja. Komt dat zo daardoor? Waardoor je het wel een kans geeft. En op het moment dat je het eerst zegt, dan hebben heel vaak mensen als iets van, raar autisme ken ik niet, doei. Ja. En juist door het later vertellen, krijgt die persoon ook de kans om mij te leren kennen. Want ik ben Job en geen autist. Ik ben Job die autisme heeft. Heb jij nou iemand die je graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar ons hele gesprek? Check dan onze podcast. Zou jij kiezen voor bitterballen of kaasstengels? Oeh, ik hou wel echt van bitterballen. Oh ja? Ja, ik ben er echt gek op. Maar kaasstengels zijn ook zo lekker. Die komen dan uit de frituur. Gelijk heel heet in je mond. Dan brand je gelijk je mond. Je maar ze zijn wel lekker met chilisaus.